Kijk, en de gladde Conchita heeft samen met haar kuiken intrek genomen in het ganzenhok. Dat is handig van jou. Oh, ga er dan meteen uit. Nou, dat kuiken vindt het wel zo relaxed volgens mij. Hé, dat is een lekker plekje, hè? Lekker droog, lekker warm, uit de wind. Nou, dat gaat mooi niet mee, hoor. De andere twee, die zijn hier. Oh, daar gaat hij al. Oeps, toch wel. Nou, waar deze normaal slapen, weet ik eigenlijk niet. Maar nu, oh, fladder, fladder. Zit je in die boom te doen of zit je ook gewoon blaadjes te pikken? Ze slapen normaal in die hulst, geloof ik. Oké. Goed zo, jongen. Nou, kijk eens eventjes. Wat een vreugdevol aanblik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kuikentjes. Allemaal lekker aan het eten. Dus dat ziet er hartstikke goed uit. Ik ga er maar eens een camera in houden. Dat is wel heel leuk dit, hè. Water erbij. Zo. Kijk, het is beter zo. Dus tenminste lekker de ruimte. Nou, ze is van vorig jaar dit hennetje. Dus, maar ze maken goede geluiden. Dat ziet er allemaal goed uit. Toch wel wat cream legbaar, die kleurtjes misschien, maar ik weet niet helemaal zeker, want het is bij ons natuurlijk altijd een puinhoop. Iemand vroeg aan mij, wat is het voor een ras? Nou, echt geen idee. Maar mocht je interesse hebben, laat het me weten. Ik laat ze even eten, want het gaat zo regenen. Hier, ze verdringen zich om het water. Met die kopjes omhoog. Nou, dan gaan ze zo eten. Helemaal leuk. Ik laat ze nog even in het hok. Want het gaat vandaag weer regenen. Dus het is wel goed zo. Ja, zo zitten jullie veilig. Ben ik heel hard op weg om die camera te plaatsen. Geen beeld. En wat krijg je? Is ze buiten met haar kroost? Nee joh. Is toch levensgevaarlijk, jongens. Wel, die konijnen zijn natuurlijk hartstikke zoet. Dat is leuk, hè? Nou, torentje water neergezet. En op een of andere rare manier. Wat hebben jullie toch voor een interesse in kuikens? Wat is dat dan toch? Ja, ja, je bent je eigen kuikens misgelopen. Ja. Je doet toch normaal? Ja. Ze kan hier ook het konijnenhuisje in. Het zijn er heel veel. Ik ben heel benieuwd of dat allemaal goed blijft gaan. Hè? Past er nog allemaal onder? Voorlopig. Oh, kijk nou toch, zo zoet. En jij helpt een beetje oppassen, toch? Oppasnijn. Laat ze er ook onder. Nou, prima. Nou, het is eigenlijk gaat het heel gemoedelijk daar. Konijnen. En hier zitten ze. Het schuimt een beetje rond. Kijk. Ja. Ze communiceert met ze. En er ligt eten.
konijn komt. Ik weet niet wat hij dan gaat doen. De konijn doet niks, hè? Nee. Ja, dan zie je zo soms allerlei voetjes eronder uitsteken. Oh ja, dat zag je. Kijk, dat is wel grappig. Nou, dus die zien er helemaal top uit. Nou, een hoop herrie en moeders daar. Zit daar met 1, 2, 3, 4, 5 kuikentjes. Waar zijn je kuikens? 1, 2, 3, 4, 5. Nou. Deze heb ik nu hier gezet. Is een beetje nat van de regen. Heeft er nog 4. Ontzettende herrie. En waar zitten die sukkels? Ik zoek in de sloot overal. Zitten ze gewoon in het hok waar ze dus niet uit kunnen komen. Wacht, als ik nou dit deurtje openzet. Snappen jullie het dan wel? Of ook niet? Nee, ook niet. Lopen ze toch allemaal naar toe. Ja, dan zit er dus eentje daarachter. Ook niet zo slim. Die kleine, die zit dus hier eigenlijk bij de verkeerde mama. God, jongens. Kom hier. Nou, de laatste. Jij hoort niet bij haar. Die heeft nu in één keer 5 kuikens. Dan gaat iets. Verzamel jij kuikens. Gaan jullie allemaal bij de andere mama zitten. Die heeft er namelijk 4 van zichzelf. En nu dus een paar adopties. Maakt die kuikens ook echt niet uit. Die gaan gewoon onder die andere hen zitten. En als jij nou niet zo dom bent, had je even in het hokje kunnen gaan zitten bij de konijnen. Kom, waar is jouw mama dan? Nee, ga je hier? Blijf je hier dan? Nou, dan ga je maar onder haar zitten. Nou, zo ruilen we lekker vrolijk verder. Ja, ze lijkt er niet eens op. Voor zo'n katje, het zijn er 1 keer veel, hè? Zo heb je er 4, zo heb je er 6 of 7. Nou ja, dat komt allemaal wel weer goed. Nou, en dan bij de middagsnack. Wat er meelwormpjes. Dat is eigenlijk alles samen. Bertha met haar kuikens. En de Conchita met de kuiken. En dan deze met die. Nou, 1, 2, 3, 4, 10. En, waar is die dit? Waar is die spikkel? Oh, en die spikkel. Met haar kuikens. En wie nou van wat is, dat weet helemaal niemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Oh, kijk eens even uit. Ik weet dus niet welke kuikens nou van wie zijn. En ik denk dat ze dat zelf ook niet helemaal weten. Ik denk dat die daarachter van de Brahma is. Nou zeg. Nou, hey, ga jij eens even wieberen? Misschien haken ze allemaal wel bij de spikkelbrama aan, want die is natuurlijk groter. Er zijn 14 kuikens totaal. Die zwarte hoort wel bij de Brahma en die twee witte. Ja, dat, ik denk dat dat clubje van de Brahma is. En die kleine die achteraan rent niet. Die patrijsjes sowieso niet, dus ga dan maar gauw naar je moeder. En die gaat lekker dadelijk onder het konijn zitten, denk ik.
En de ganzen zitten daar, want die hebben zo'n rare fascinatie voor die kuikens. Die moeten maar eens eventjes lekker achter het hokje, achter het hekje blijven.